Ja, sorry, ik sta even in mijn onderbroek. Ik dacht geen feest zonder taart. 4 rolls. En ik heb ook nu even eentje gekocht van Carhartt. Kijk, zoals je ziet, de broek is echt wel redelijk aan het sluiten. Hey iedereen, super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Gisteren was mijn verjaardag. Ik ben 22 jaar geworden op 22 april 2022. Ja, is cool om te zeggen. Geef toe, hallo. Ik moet nu niet denken achter een stoel, is niet cool, is wel cool. Nu, ik ga heel eerlijk zijn. Ik had normaal niks gepland om op mijn verjaardag te doen, want ik had opnames. Maar plots vielen die opnames weg en heb ik eigenlijk toch nog een hele leuke dag gehad. Ik heb met Sven Ronaldo afgesproken, met Mich. Ik heb ook nog Maxi tegengekomen. Ik heb met mijn ouders en met mijn zus even lekker in de tuin gezeten, taartje gegeten. Ik heb echt een topdag gehad. Ik ben echt super tevreden. Dikke merci aan alle mensen die mijn verjaardagswensen hebben gestuurd. Ik kan nog altijd niet op alles antwoorden, want het is echt... Ik heb nog nooit zoveel wensen gehad. Ik denk echt dat we richting de 1000 wensen gaan. Dus ik kan dat gewoon niet beantwoorden. Dat is gewoon een fulltime job om daar te moeten op antwoorden. Maar dus bij deze, sending some love to you allemaal. Het is allemaal welletjes. Nu, ik heb ook natuurlijk cadeautjes gekregen. Ik heb ook heel veel leuke dingen zelf gekocht, omdat ik gisteren in Gent was en ik zag wel leuke dingen. En ik dacht, ik ga mezelf gewoon eens verwennen. Ik ben maar 1 keer jarig. Alhoewel, hopelijk nog meerdere keren, maar... 1 keer 22, dat bedoel ik. En ja, ik ga even tonen wat ik gekregen heb. Nu, het feest begon in de tuin gisteren. En ik ben een super grote koffiefan. Maar ik wil niet zo van die pads of van die cups of crups of hoe noemt dat daar. Ik wil echte verse gemalen koffie. En ik ga daar zo goed op, want we hebben zo'n espresso machine, zo'n hendel. Dus mijn koffie maakt me altijd blij. Dus ik heb een zakje Brazil koffie gekregen van The Way. Die vind ik super lekker. Die ruikt ook echt belachelijk goed. Dat is zo'n ietsje sterkere. Ja, oké, ik ga hier niet de koffiebonen uitleggen. Maar het is dus gewoon koffie. Dan heb ik nog een zakje koffie gekregen. Italian Espresso. Die heb ik al open gedaan. En die is ook echt oprecht lekker. En die is van de Javana. Ik kende die winkel daarvoor echt niet. Maar mijn zus heeft dat daar gekocht. En wat altijd gewoon lekker is, is als je latte macchiato of zo maakt. Daar nog een beetje karamel erdoor kunt gooien. Dus die heb ik ook gekregen. Echt super leuk. Dan mijn tweede verslaving is natuurlijk de Lush. Jullie kennen de Lush. Dat is voor die winkel met al die bruisballen en al die hysterische kleuren en wat is er allemaal. Al die geurtjes. Ik heb het wel zo voor geurtjes. Ik vind dat top. I love it. Toby's Magic Cow gekregen. Dat is gewoon een koe. Die ruikt echt naar zeep. Dan Twilight. Die ruikt naar lavendel. Dan heb ik ook nog Sexbom gekregen. Die vind ik ietsje minder van geur, maar ook wel oké. Dan had ik nog testertjes, cup of coffee en infrawick haargel voor mijn wilde lokken. Dan had ik ook nog neusjes gekregen. Die hebben de video niet overleefd. Ja, die zijn al allemaal op. Maar ik heb toch nog het zakje even in beeld. En dan had ik ook nog gewoon centjes gekregen van mijn ouders. En dat was hetgene wat ik eigenlijk van mijn ouders heb gekregen en van mijn zus. Dan met de post had Sophie, dat is een hele goede vriendin van mij, had fotootjes afgedrukt. En van feestjes en zo was er allemaal. Dat we lekker gaan eten. Ze had dat in een envelop gestoken en een leuk kaartje bijgeschreven. Daar ben ik ook super blij mee. Dat was zo grappig. Amai, ik kreeg een bericht via Instagram. En ik zit nu zo op een punt dat ik zo mijn superfans echt begin te herkennen. Die komen naar alles. Die komen naar de Gouden Kaas, naar Meteorconcert, naar Dancing with the Stars. Ik zeg het, die achtervolgen mij. Het is next level. Dus hoe weten die dat ik er ben? Ik zou het niet weten. En ik kreeg een berichtje van Katinka. Dat is een van mijn superfans. En die zei, ik ben al een paar uur aan het rondkosten hier in Gent. Ik wil je een cadeautje afgeven voor je verjaardag. Ik zo, meent je dat nu? Dus zij heeft een verjaardagskaart. Die muziek maakt. Naar rechts. Springen. En gewoon een bongobon. Hallo meid, dat ga je echt niet moeten doen. Dat is wel super lief. Ik ga straks kijken wat ik met die bongobon kan doen. Maar echt belachelijk lief. Echt wel, dat heb ik nog nooit gehad van een fan. Dan was ik naar de Ino geweest. Ik wou mezelf een beetje in de watten leggen. Altijd als ik iets koop voor mezelf en ze vragen, is het een cadeautje voor in te pakken? Ik laat het altijd inpakken, ik vind dat top. Want ik vind de surprise er rond is dan veel leuker. Oh, nog een testertje. Aqua di Gio. Eau de parfum Giorgio Armani. Daar raakt ook wel op. Mensen die mij kennen, weten dat ik enorm grote fan ben van het luchtje van Zade en Voltaire. Voor de mannen, this is him. En nu zag ik dat ze daar ook een douchegel van hadden. Dus ik heb de douchegel ook even gewoon gekocht. Lekker, gewoon een eigen cadeautje van mezelf. Moet kunnen. Dan ben ik naar Have a Roll geweest. Ik dacht, geen feest zonder taart. Ik had eigenlijk echt al die dag 3 stukken taart op of zo. Maar weet je, ik dacht, Have a Roll, ook lekker.
lekker 4 rolls. Oeh, ze lagen er bijna. Ik heb lekker 4 rolls besteld. En deze is kokos. Dit is de original. Dit is de cookies and cream. En dit is de pekanoten karamel. Ik zeg het, als je die rolls nog nooit gevreten hebt, je kunt ze in Antwerpen en in Gent eten. Dat is van Dennis van Peel, zijn bedrijfje. Echt belachelijk lekker. Ah ja, toen ben ik zelf ook nog even naar de Lush geweest. Dan heb ik een paar dingetjes gekocht. Yummy Custard Body Wash. Dat ruikt echt letterlijk of dat je insmeert met koekjesdeeg. Conditioner van Veganese voor mijn fantastische lokken. Nee, dat is een conditioner die ik vroeger had. En ik vond die heel lekker ruiken. Ik heb die eigenlijk nu weer terug. Unicorn Poop 2021. Maar die heb ik gekregen, want die heb ik niet ik heb die niet gekocht. Misschien wist ik dat ik jarig was of zo. A Tom Hart's Mother Sweet. Ik heb mij zo jarig gevoeld gisteren. Echt, ik voel me nog altijd jarig eigenlijk. Dat is een blauwe. Die ruikt echt naar appeltjes. En dan Puppy Love. Dat is gewoon zo'n puppy emoticon. En die ruikt echt naar snoep. Nu, we kunnen wel lekker ruiken en we kunnen wel lekker vreten. Maar we moeten ook kleding hebben. Ik heb een super leuk pak gekocht. Al zeg ik het zelf. Bij de weekday. Ik ga het gewoon aandoen. Het is een oversized pak. En ik ben er kapot blij mee. Voilà. Wacht, hè. Hoe ga ik dat tonen? Kijk, zoals je ziet, de broek is echt wel redelijk aansluitend. Gewoon normaal. Een beetje wijd. En de blazer is echt zo... De bedoeling dat echt zo 3 maten te groot is. Ik vind het zo cool. Echt oprecht heel leuk. En ik had die al een keer gezien online. Maar dat is echt zoiets dat je moet passen. Hè. En als dat niet mooi is, ja. Gewoon zo'n wit shirtje eronder. Helemaal ready to go voor een volgende première of zo. Dus dat heb ik gekocht in de weekday. Ik heb nog dingetjes hoor. We zijn er nog niet. Dan was ik ook nog naar de Carhartt geweest. En ik heb altijd zo van die fanny packs. Ken dit zo. Gewoon als je uitgaat, gaat feesten of zo. Dan moet je altijd een fanny pack bij hebben voor gewoon alles bij te houden. Sorry. En ik heb ook nu even eentje gekocht van Carhartt. Vind die er heel leuk uitzien. Heel veel vakjes, zakjes, zo ritjes en zo. Echt helemaal leuk. En ik heb ook nog een sweater gekocht. Zo die typische grijze kleur. En dan hier het logootje van Carhartt. Die stond mij ook echt heel leuk. Ik zal dat ook even aandoen. Ja, sorry, ik sta even in mijn onderhoofd. Maar kijk dus zo. Redelijk basic, maar toch ken het. Leuk accentje hier. Tasje hier. Helemaal blij mee. Dat vind ik echt oprecht leuk. Zo van die simpele dingen. Dat staat toch altijd gewoon best. Laten we eerlijk zijn. Altijd als je zo van die hysterische kleurenpaletten koopt. Je draagt dat 1-2 keer en dan is het ook weer klaar. Even die lippen vetten. Ja. Ik ben nu even aan het kijken of ik nog iets heb gekocht. Maar ik denk dat het was. Yes. Ik ben echt super blij met de dingetjes die ik heb gekocht. Ik ben echt heel gelukkig. Ik heb een super leuke dag gehad. En dikke merci aan iedereen die mij zo'n leuke dag heeft bezorgd. Sorry. Het is niet omdat ik een jaartje ouder ben geworden dat ik een jaartje slimmer of volwassener of zo. Dat zit er nog niet in. Ik ben momenteel ook met heel veel dingen bezig. Dus sorry als er niet veel online komt of zo. Het is even met de focus op Koek en Vrils Show en de Mol. En nog een aantal dingetjes waar ik nog niet mag vertellen. Maar het is echt heel druk. Ja. Maar ik vind het echt super leuk. Dikke merci iedereen om te kijken. En hopelijk zie ik jullie snel weer bij een nieuwe video. Doei!